We gaan beginnen met wat leuks. En dat leuks is gisteren al klaar. Nee, het stond wel goed. Oh, ik zeg het. Oké. Kist, doe jij zijn kappers openmaken? Moet je die pinnetjes eruit trekken? Dus, en wie kan hem beter testen dan hem? Ja. Dus geef hem maar aan Sven, die heeft er vast meer verstand van dan ons. Wow. Hallo mensen, welkom bij een hele nieuwe video. Hallo. Ja, we gaan beginnen met wat leuks en dat leuks heeft Chris in de handen. Ja. Yes, het is vandaag zover. Het is vandaag eindelijk zover. We gaan onze RC-auto laten testen. Want ja, zoals jullie weten, wij konden dat zelf niet. We hebben dat geprobeerd, maar dat lukte niet. Dus we hebben een vrijwilliger gevonden die dat voor ons wil testen. En daar gaan wij nou naar op pad. En dan komt het allemaal wel vanzelf, hè? Dus daar gaan we nu ook pas uitpakken. Dat gaan we nou niet doen, hè? Nee, dat doen we daar pas. Doen we daar pas. Dus, en dan zien jullie veel meer. Dus blijf gewoon lekker kijken. Duimen omhoog. Och ja, ik heb allemaal camera's mee. En, ja, dat moet natuurlijk. Hè. Dat heeft niks te maken. Anders hebben we er nog niks aan. Nee, dus wij gaan snel in de auto. Gaan we op pad. Ga mee? Ja. Hoppa, gaan we. Nou Chris, zijn we dan op locatie? Ja. Bij, waar zijn we? Bij de Snackert in Amersfoort. Mooie locatie. Ja. Denk mooi, het wel, hè? Mooi natuurgebied. Ja, even een stukje natuur laten zien. Dat zien jullie nu vanuit de drone. Daar staat hij dan. Wil jij hem eens even uit de doos halen? Ja. Dan kunnen we eens even allemaal laten zien wat we hebben. Een hele kleine unboxing. Want we hebben natuurlijk al laten zien wat we daar hebben. Kijk eens. Hij staat op de kop. Oh. Ja. Oh. Nee, het stond wel goed. Oh, ik zeg het verkeerd. Lijkt net op de kop staat. Kijk eens. Dit is hem. Ja. We hebben er zelf niet eens mee gereden. Hè. Zo erg is dat. Tada. Wil jij eens een testje doen? Of, hij is voor 8 plus. Ja. Hè? Hij op de doos staat 14. Ja, maar, 8 jaar, dus. Maar hij kan voor 8 plus. Ja, je bent wel ouder dan 8 jaar. Ja. Zet hem maar eens op de grond. Ze willen natuurlijk het meeste zien hoe dat ding natuurlijk rijdt. Dat laten we het zo meteen even allemaal zien. Er komt een GoPro'tje op. Afstandsbediening pakken. Afstandsbediening. Nee, hier gewoon. Dat los krijgen. Nee, die hoeft niet open. Nou, dit is dan de afstandsbediening. Kijk, je ziet het al. Alle stickers zitten er nog op. Hij staat uit. Zo staat hij aan. Ja. Oké. Chris, doe jij zijn kappers openmaken? Moet je die pinnetjes eruit trekken? Zo slopen, hoor. Want we moeten natuurlijk nog even. Nee, zit er nog twee op. Oh ja. We moeten nog twee. Kijk, dat is de binnenkant. Lampjes zitten ervoor in. Heel geweldig. Die krijg je trouwens gratis erbij van ze. Mag je ze zelf inbouwen. Ik heb dat al van tevoren gedaan. Zo slim was dat. Deze twee moet je even verbinden. Ja, zet hem maar even op de grond. Ja, in elkaar duwen. Ja. Nu gaan de kap er weer op. Dit zo? Ja, dat is voor op te laden. Dus dat hoeft nou niet als er gebeurt. Oké. Bij hem laten testen. We hebben daar iemand voor uitgenodigd. We hebben een vraag op ons YouTube kanaal gesteld. Wie wou dat graag doen? We zijn dicht
aanmelding al binnengekomen, maar we hebben gekozen. We hebben gekozen voor. Sven. Voor Sven. Stel je eens voor. Hallo, ik ben Sven. En je leeftijd? Ik ben 14 jaar oud. Dus ideaal voor deze dingen. Ja. Dus en wie kan hem beter testen dan hem? Ja. Dus geef hem maar aan Sven, die heeft er vast meer verstand van dan ons. En dan krijgt hij de afstandsbediening. En aan de zijkant zit een knopje, dan gaat hij aan. Andere zijkant. Oh, die zijkant. Ja, één keer duwen. Ja, kijk, de lamp is knipperen voor. Zag ik dat goed? Oeh, nog even inhouden. Kijk, nou is hij aan, dan mag je die aanzetten. Die schuif, deze. Ja. Kijk eens. Ik heb wel beeldjes gemaakt. Ik heb er beeldjes. Ik ook, ja. Ik denk dat ik met deze hier leuke beelden eruit heb. Ik ben een goede jongetje aan het trillen, maar ik denk niet dat je het goed hebt. Komt dan, ja. Ja. Goeie crashtest van jou. Zag je dat? Goed in beeld? Ik heb hem als goed is goed in beeld. Pak hem maar, pak hem maar op. De valtest. Oh, hij leeft nog. Kijk eens. Kijk, en doet het ook nog. Hij is mooi getest. Sven heeft het voor ons kunnen en mogen testen. En wat vond jij ervan? Ik vond het een goede auto. Hij was boven verwachting. Hij kon wel tegen iets aan. Tegen een stootje dus. Ja, ik vond het ook echt leuk om op het gat heen te springen. Ja, ja, dat gat dat staat er eigenlijk hopelijk wel goed op. En dat heeft hij zelfs helemaal overleefd. Hè, mensen. Kijk eens. Hij is van Lowlin, dus als je hem wilt bestellen, kan in de Lowlin shop. Op de website van hun kun je hem vinden, of natuurlijk op Amazon of zo. En daar link staat natuurlijk ook onder. Ja, we zetten onderin ons filmpje gewoon een link. Wou jij nog wat zeggen? Nee, stop. Ja. Bedankt je nog hier. Ja. Oh ja, bedankt dat je mocht testen. Maar wij willen jou ook bedanken, en daarvoor mag jij deze houden van ons. Ja, dankjewel. Hoe vind je dat? Ik ben er wel blij mee. Dat dacht ik al, want dat hadden we ook wel zo gemerkt dat je heel blij mee was. En je kan er, daar kun je er nog veel meer mee oefenen. Ja. Want ja, wij hebben daar niet zoveel aan.
Omdat, ja, bij ons kan je dat bijna niet. En jij kan hier mega veel testen. Dus als je nog een keer getest hebt, stuur ons gewoon wat filmpjes door. Ja. En dan krijg jij deze van ons. Dankjewel. Omdat je ons hebt geholpen met dit filmpje. Dankjewel. Graag gedaan. Ik ben heel blij mee. Ja. Dat is het einde van deze. Ja, dit is weer het einde. Dus mensen, abonneren, liken, delen zoals altijd. En gaan we even een thumbnailtje maken en dan hebben we er weer genoeg van. Kunnen we weer 2 uur naar huis. Ja. En een etentje vanavond, dat moeten we ook nog doen. Ja, dus, ook nog. Dus super. Gaan we even op de foto? Ja? Goed. Dan zeg ik jullie tot de volgende video. Tot de volgende video. Doei.